don't love them. Nederland beschikt over een gespecialiseerd team van experts op het gebied van arrestatie en terreurbestrijding. De zogeheten Dienst Speciale Interventies, kort gezegd de DSI. Binnen de DSI daar worden eigenlijk twee typen werk wordt afgericht. Het arrestatieteamwerk in Nederland en het interventiewerk in Nederland. Arrestatieteamwerk, dat zijn de collega's die optreden in alle situaties waarbij het geweldsniveau eigenlijk boven dat voor de reguliere politie uitstijgt. En dan vervolgens bestaat er interventie. En interventie komt weer, zou ik maar zeggen, bovenop het niveau van het arrestatieteam. En dat is eigenlijk zonder geweldsplafond, zoals wij dat noemen. Dus DSI moet in staat zijn om in alle situaties van geweld op te kunnen treden. Vanaf de basispolitiezorg tot het hoogste geweldspectrum. De DSI is een goed bewaard geheim waarvan de dikke deuren tot nu toe altijd zorgvuldig gesloten werden gehouden voor buitenstaanders. Nog nooit mocht iemand van buiten de organisatie zien wat er binnen bij alle verschillende teams gebeurt. Bij hoge uitzondering mag ik maandenlang meelopen met alle gespecialiseerde eenheden om met eigen ogen te zien in welke mate wij als Nederland zijn voorbereid op zaken als terreurdreiging, ontspoorde patiënten, liquidatieoorlogen en ontvoeringen. Telefoon van de slachtoffer hebben ze nu aangetroffen, of in ieder geval op 10 meter, ongeveer waar dat muis nu staat. Ik mag meekijken met de speciaal vanwege de terreurdreiging in het leven geroepen teams. En ik praat met explosieve experts, scherpschutters en alle andere specialisten op het gebied van extreme geweldbeheersing. Maar ik leer ook de mannen achter de wapens en snelle auto's kennen. Super fit. Toch? En mijn kuiten gezien. Nou, niet specifiek, maar wil je ze doen? Heb er niet heel erg op gelet. En als je dan toch mee mag lopen, dan maar letterlijk. Vandaag ben ik te gast bij het arrestatieteam van Zuid-Nederland, oftewel AT Zuid. Die kun je inzoomen en zo kan er mee lucht. Maar je kunt dus ook afmetingen van deuren kun je daarin pakken. Hier zit een meetsysteem in. Zo heb je eigenlijk al heel snel een idee van, oké, hoe zitten we... Ja. Je kunt je eigen huis ook opzoeken, hè? Wat leuk. Ja. Zullen we het doen? Het is maar een huis, dat klopt. Ah, wat eng! Nederland beschikt over 150 AT-leden, verdeeld over 7 teams. Deze teams van zwaar getrainde mannen met achtergronden vanuit politie en defensie zijn 24 uur per dag inzetbaar. Het is uniek in de wereld, toch? Ja. Dat politie en defensie zo samenwerken. Ja, dus wat uniek in Nederland is ten opzichte van de andere landen om ons heen en eigenlijk in de hele wereld, is dat op dat terrein van grof geweld, dan treden defensie en politie samen op onder commando van de Nederlandse politie. En is er iets waar wij als Nederland heel goed in zijn op dit gebied? Ja, die vind ik riskant, omdat dat bijna de gouden tarten is, zou ik maar zeggen. Ik vind eigenlijk het hele concept van politiewerk, dus van basispolitiezorg, verankering in de wijken, tot en met het hoogste geweldsniveau aankunnen. Dat is wel uniek in de wereld. En dat maakt ook dat het leefklimaat in Nederland goed is. Dus dan heb ik het niet alleen over de interventie-eenheden. Dus interventie-eenheden moet je echt zien als onderdeel van een heel set aan samenwerkende eenheden. En het hele politiestelsel. Het hele politiestelsel, ja. En waarom zijn we daar uniek in? Waarom doen ze het in andere landen niet? Ja, dat is bijna een gewetensvraag. Die zou je eigenlijk aan de landen moeten vragen. Omdat toch de defensieorganisatie en de politieorganisatie zijn van nature geen samenwerkende eenheden. Het is of het een of het ander. Ik heb ook begrepen dat in andere landen het soms zo is omdat militairen nooit geweld mogen gebruiken tegen eigen burgers. In Amerika speelt dat bijvoorbeeld. Dus, maar dan heb je het vooral over de federale troepen die niet ingezet mogen worden.
Dus dan heb je het wel over de Nationale Garde. Dat is ook wel een soort militaire organisatie. Maar die mogen wel optreden. Maar nooit de federale troepen in Amerika. Dus heeft ieder land wel zijn specifieke troepen, voor geweldsescalaties? Ja, en ook hun regels en hoe hun vinden dat het in hun land geregeld moet zijn. Om het niveau en de expertise op peil te houden, wordt er natuurlijk veel gesport, maar vooral ook veel getraind op techniek. Zoals vandaag, op een schietbaan, ergens in het land. Naar de 12 meter, 2 schoten geknield. Wapenbergje, op 10 meter, 3 staand, 1 geknield. De oefeningen staan omschreven als eerst staat welk wapensysteem. Dus bijvoorbeeld Glock, 10 schoten precisie, witte bol, 10 meter. Als dat er staat, mag je dus in één keer 10 schoten lossen. Staat er 4x3 schoten of 5x2 schoten, los je 2 schoten, terug naar het holster met de MP, terug naar de beveiliging en dan breng je hem weer op. Het is vandaag 3 dagen na de aanslagen in Parijs in november, waarbij 129 mensen omkwamen. En dus staat iedereen op scherp. Het duurt niet lang of de eerste melding komt binnen. De blauwe collega's, oftewel de reguliere politie, hebben om het arrestatieteam gevraagd vanwege een dreiging. Waarbij 2 mannen in een weiland langs de A2 staan en de suggestie hebben gewekt iets op te willen blazen. De jongens hebben een vuurpositie, dus mocht er iemand naar buiten komen of wat dan ook, dat ze in ieder geval kunnen reageren. Hoorde ik je nou net zeggen over een vriend van hem? Die heeft ook de politie gebeld en heeft kenbaar gemaakt van die vriend van mij die is suicidaal. Die heeft te kennen gegeven dat hij iets wil gaan doen. Dus we hebben nu en de melding van de man zelf, een vriend. Binnen 5 minuten is het complete team omgekleed, bewapend en klaar om de tot nu toe beschikbare informatie aan te horen van de commandant. Dus de melding 1 en 2 binnenkomen bij de landelijke meldkamer van een man die aangeeft ik ben van IS en ik ga mezelf opblazen. En daarna horen ze ook een harde knal op de achtergrond. De locatie van de telefoon die wordt achterhaald. Dat is een locatie langs de A2 Susteren richting Roermond. En de heli is ook afgezakt en die locatie wordt bevlogen. En dan zien ze een pand staan in het buitengebied waar ook warmte vandaan komt en wat smeuïg. De snelweg is van 3 naar 1 rijstroken gemaakt. Onderhandelaars die draaien vast nog vanuit de Susteren. Tap zijn aangevraagd. Dat is de casus. Wij gaan mee afzakken. Yes? Ja, mensen in de rijstroken. Met hoeveel auto's rijden we nu? Met 9. Op dit soort momenten valt je ineens op hoe weinig mensen in hun binnenspiegel kijken. Ja. Dat je gewoon heel lang achter iemand kan zitten en dat ze het helemaal niet zien. Ja. Ja, kijk, als je je breed maakt, dan valt die ene, snap je, bij mij knipperen mijn lampen ook. Dus als we breed kunnen rijden, dan heb je meer ding. Plus, soms gaat iemand aan de kant en die denkt, dat is 1 auto. Ja, en die gaan weer terug. Ja, dus ik probeer anders te rijden als de voorganger. Dus als hij naar links gaat, probeer ik hem rechts bij te houden. Die mensen ook niet gaan inhalen, want dat is het probleem dikwijls. Dat ze dan kijken in de buitenspiegel en dan zien ze tenminste de blauwe. Aangekomen op de plaats waar de 2 mannen zich zouden ophouden, zijn er al collega's van de uniformdienst en van Defensie aanwezig. Deze laatste zijn ingezet omdat er gedreigd is met explosieven. Ik wil dat je opstaat. Luister naar de politie. Ik wil dat je opstaat. Man aan telefoon, opstaat. Met zwarte jas, als je mij hoort, steek je handen omhoog. Steek je handen omhoog. Commandant, ik krijg geen contact met ze. Wacht, de onderhandelaar heeft ook contact, jongens. Wij lopen niet op in rust. Maar stel dat ze dadelijk of weglopen of anderszins, kan de vent beslissen om de hond in te zetten om eventueel dan 1 man met dode hond te laten pakken. Maar zijn ze gewapend? Weet je dat? Weet het niet, nee. Eentje staat, commandant. Ja, die staat.
Die heeft de jas uitgedaan. Ja. Ze hebben gevraagd om de jas uit te doen. Waarom is dat? Nou, dus in ieder geval, dan heb je iets meer zicht op geen of ze wel of niks bij hebben. Stel dat die een bomgordel of anderszins onze jas zou hebben, heb je geen zicht. Kijk, hij ontkleedt zich. Dan zullen ze dadelijk die andere ook. Dus als ze niks op het lichaam hebben, dan zullen ze dadelijk deze kant op gaan. Hun zullen naderen en zullen ze in ieder geval etaleren. Dat ze met het gezicht van ons af en dan zo veilig mogelijk kunnen werken dat die mensen in ieder geval niks bij zich hebben. De hoogte van het pad, begin van het pad, op de knieën en luisteren naar de instructie van het atleet. Die nu aan het bellen is, die moet meer naar links. En dat is naar de zijde waar zijn hand omhoog is, naar Talu toe. Ja, weg van de auto. Jongens. 1 meter naar voren. Kijk, deze kant in lopen. Omdraaien, hand op je hoofd. Achteruit lopen. Doorlopen. Heb ik koud? Ja, oké. Okay. Kan je helpen? Ja? Alle verdachten die door een AT worden aangehouden, worden standaard geboeid en geblinddoekt. De blinddoek zorgt ervoor dat verdachten gedesoriënteerd raken, waardoor de aanhouding rustiger en dus veiliger kan verlopen. Geen explosieven verder, geen vuurwapens, nee. Andere personen, nee. Gewonde personen. Nee. Okay. Geen explosieven? Nee, geen explosieven. Vuurwerk? Nee. Vuurwapens? Nee. Gewonde personen? Nee. Ben jij gewond? Ja, alleen mijn linkervoet is bedreven. Oké, maar je bent nu verder niet gewond geraakt met nee, iets? Oké. Nee. We gaan zo meteen staan, dan krijg je van mij een overal aan. Duidelijk? Duidelijk. Opstaan. Zo blijven staan. Het arrestatieteam is ingeschakeld om het pand te zuiveren, wat zoveel betekent als dat ze het leeg opleveren aan een team van de recherche dat na de onderzoek zal doen. Maar daarvoor moeten ze eerst zeker weten dat er niemand meer in het pand is. Nadat er eerst met een robot is gecontroleerd op explosieven en de mannen van het AT binnen hebben vastgesteld dat er niemand aanwezig is, blijken de verdachten hun hand flink overspeeld te hebben. Ze belden in met de mededeling dat ze van IS waren en de boel zouden opblazen. Maar in feite waren ze waarschijnlijk dronken toen ze 112 belden. Wil je hier nog kijken? Zo hé. Is het wat? Missen we iets? Nee, ik mis helemaal niks. Nee, want we zijn bij je honger, hè? Nou, nee, het is niet. Ze hebben gedronken, geven ze zelf ook aan. Ja, ze hier al. Ik hier al flessen bier. Ze zijn sinds gisteravond aan het drinken zijn gegaan. Het is alsof je geweten hebben. Ja. Aan de andere kant, niemand wil de risico's nemen. Nee, het is ook onverantwoord. Dus, Nee, maar ik bedoel, meer iets altijd op je geweten hebben dat je met je lamme kop dit soort meldingen doet. Toen vroeg ik net aan dat dat zo blijkt te zijn, dat er echt niks aan de hand is. Ja, kan je die mensen... Kost, nou, ja, dat wordt wel eens geprobeerd, maar het achterhalen van een kale kip kun je niet plukken. Maar het is toch wel strafbaar, mag ik hopen? Sorry? Het is toch wel strafbaar? Ja. In ieder geval is wel strafbaar. Ja. Maar als de economische schade is helemaal groot, want de A2 staat dicht. A2 staat, helemaal, hier overal. Staat dus vast hier. We hebben daar een file van tot Brabant toe, van hier tot Maastricht. Ja, dus ik denk dat gauw met deze actie zijn misschien snel 100 man gemoeid. Zeg maar de brandweer, ambulance, het personeel van de meldkamer, de onderhandelaars, wij. De helikopter, meldkamer Driebergen, de Rijkswaterstaat is ermee gemoeid. Misschien wel 10 collega's of 10 auto's van de opvallende dienst. Ja. Die nu ook geen andere meldingen kunnen rijden. Nee. Dus die staan hier in de wacht. Situaties als deze, waarbij er vanwege terreurdreiging hoog wordt ingezet en het achteraf lijkt mee te vallen, komen na de recente aanslagen in Parijs steeds vaker voor.
Toch kan er geen enkel risico genomen worden, omdat iedere melding die ene kan zijn. Daarnaast is in veruit de meeste gevallen waarin het AT wordt ingezet wel sprake van ernstig gevaar. Hoe vaak wordt een arrestatieteam ingezet in Nederland? Hoeveel inzetten doen jullie per jaar? Dat moet je rond de 1500 per jaar inschatten. Dat is best veel, hè? Dat zijn er veel. Als je dat aantal noemt, dan weten heel veel mensen weten niet dat het er zoveel zijn. Je ziet natuurlijk wel eens foto's in de krant of je ziet nieuwsflitsen of op YouTube zie je wel eens staan. Maar de ervaring is dat mensen denken dat dat een hoge uitzondering is. En nou ja, als ik het aantal noem, dan weet je dat het eigenlijk geen uitzondering is, maar best wel regel. Iedere dag meermalen. Terug op kantoor praat ik nog even na met de mannen van het arrestatieteam. Wat ik me afvroeg, waar ik even met jullie over wilde praten. Ik ben gewoon benieuwd hoe dat bij jullie team is gevallen. Maar hoe jullie afgelopen vrijdag dat nieuws van Parijs hebben ervaren. Waar je dan was en ben je dan bij elkaar? Of? Ik had zoiets als schietpartij Parijs, maar ik had wel meteen in gedachten van, zou er nou weer iets echt ernstigs zijn? Kijken jullie die beelden van jullie Franse collega's die dan bijvoorbeeld dat theater ingaan? Ja, zeker. Hoe kijk je daarnaar? Ja, want ik wil eigenlijk een tijd naar bed, maar het houdt je toch gekluisterd aan televisie. Bespreken jullie dat dan ook na de hand nog? Wat voor tactieken zij daar wellicht gebruiken? Of? Ja, zeker. Ja. Zeker als je dan meer met die aanslagen bij Charlie Hebdo. Ja. Want daar was, dat was overdag en had je best wel goede beelden van hoe hun de pand benaderde en hoeveel lui. En toen zat ik wat te kijken van ja, wat tactieken hebben hun erop losgelaten. Weet je wel. En als je daar dan naar kijkt, of me kan voorstellen, is dat je dan ook, dat je, want heel veel konden we een soort van semi-live meekrijgen. Ja. Bij Charlie Hebdo, maar afgelopen vrijdag natuurlijk ook. Ik kan me ook voorstellen dat je handen dan gaan jeuken. Dat je denkt, ja, ik wil erheen, ik wil helpen. Of is dat niet zo? Je wil iets doen, ja, je kunt niks doen, want het is op een andere plek. Maar dat geeft wel meer qua motivatie, ook als er in Nederland iets zou gebeuren. Dat er heel veel motivatie gewoon onder de collega's zit om dingen op te lossen. En om iets te kunnen doen voor burgers of anderszins. Maar dat is ook, van mij zit ook wel in de mentaliteit van heel veel collega's. Gewoon ook, niet alleen bij de DSI, maar ook wel in blauw. Die hebben gewoon die gedachten. Stel dat er zoiets als wat er nu in Parijs is gebeurd, vandaag hier gebeurt. Wat, binnen hoeveel tijd zijn jullie dan helemaal klaar en volgehangen ter plekke? Dat ligt voor elkaar aan het tijdstip, hè? Nu? Als wij nu zijn. Nu, kijk, nu zijn er hier een aantal mensen in dienst. Nu. Dan zijn we binnen met 10 minuten klaar. Ja, zeker. Dan ben je binnen 10 minuten ben je te plaatsen. De melding zal beginnen met er loopt een vent met een vuurwapen te schieten. Ja, precies. Kijk, dus duurt altijd even voordat dat... zeggen van, is dat een één ding of is dat IS? Dat is... Nee, maar zoals gisteren bijvoorbeeld, dan belt iemand met ik ben van IS. En dan wordt er ook geen risico genomen, heb ik het idee. Dan worden jullie daar meteen naartoe gestuurd. Oké, maar dan wordt het kenbaar gemaakt. Omdat het meteen... Oké, dus er zijn wel... Probeer een beetje achter te komen wat zeg maar de gradaties zijn. Dus als iemand zoiets meldt, dan... Blauw zal altijd als eerste de plaats gaan. Dus de collega's in de surveillance zullen als eerste die melding krijgen. Alleen daar is ook een inspecteur van dienst bij, een officier van dienst, die kijken van hey, qua veiligheid, van kunnen we door of kunnen we niet door. Mm-hmm. Maar dat is wel de eerste, of dat is de indicatie die hij krijgt van het probleem of wat er gebeurt. Alleen onze taak is om het wel te doen stoppen, zeg maar. Als er medogeloze mensen gewoon neergeschoten worden, of hulpeloze mensen neergeschoten worden, dan zijn wij... De mensen met het materiaal en de tactieken en de middelen om daar... Te elimineren, om het, ja. Maar hoe gaat jullie thuisfront daar bijvoorbeeld mee om? Want die lezen natuurlijk ook kranten, iedereen praat erover. Ze weten wel wat voor werk jullie doen. Zeggen jullie vrouwen niet van... als het hier gebeurt, ga alsjeblieft niet dat theater in? Nee, dat is mijn werk, dat weet ze. Mijn vrouw zei het van de week ook, die zag die beelden. En die beseft ook in één keer van ja, nu zijn het de Franse collega's van jou. En als het hier gaat gebeuren, ben jij een van die poppetjes hè, die vooraan staat. Ja. Dus dat beseft ze wel. Niet alle inzetten van het arrestatieteam zijn volkomen onverwacht. Vele worden ook gewoon zorgvuldig gepland. Dan moet je vanuitgaan dat een verdachte in beeld komt, bijvoorbeeld bij een rechercheteam. Je hebt een groot onderzoek in het kader van verdovende middelen, of vuurwapenhandel of iets dergelijks. Op dat moment komt de verdachte in beeld. Waarvan zij vinden dat die niet aangehouden moeten worden door blauw of door de recherche zelf. Dus er is er mogelijk sprake van een levensbedreigende omstandigheid. Dus het heeft met gevaar te maken? Heeft met gevaar te maken. Dan nemen ze contact op met de commandant binnen het team hier die op dat moment piket heeft. Ze leggen de zaak voor. En met die uitleg gaat die commandant toestemming vragen. Zowel bij het Openbaar Ministerie, bij de hoofdofficier van Justitie, als intern bij de eenheidsleiding. Om te zien hoe een geplande actie dan gaat, mag ik aansluiten bij zo'n aanhouding.
Iedereen komt om te beginnen samen op een strategische plek, waar het team vervolgens wordt gebriefd over welk type verdachte er gearresteerd moet worden en vooral wat de risico's zijn. Jongens, briefing voor de actie is gisteren binnengekomen. DCI-verbaal, waarin wordt gesteld dat meneer de beschikking heeft over meerdere vuurwapens, waarvan er één minimaal in de auto of in zijn bezit is. Hij is veroordeeld voor een moord. In 2002 heeft hij een man doodgeschoten voor bij een kroeg in Tilburg. En daarna is hij ook aangehouden door het AT. De situatie nu is alles dicht, met alle rolluiken dicht, voor en achter. En die Audi staat nog steeds voor de deur, dus zeer aannemelijk dat hij nog in de woning zit. Ook de voordeur rolluik dicht? Alles. Oké. Okay. Alles, kaps dicht. De woning was een tussenwoning. De derde, als je vanaf deze zijde komt rijden, wij komen straks tegensteld gereden. Tussenwoning volledig in de camera's, twee doomcamera's. Hier. En hier op de kopse kant is twee deuren verder, is een hoekwoning, ook helemaal in de camera's. Jullie komen echt, dat vind ik bizar, echt super dichtbij. Want dan zit ik in zo'n briefing voor een geplande aanhouding. Mm-hmm. En dan zie ik foto's van nou, tot de brievenbus, het slot, camera's. Jullie staan echt voor die deur al. Daar hebben jullie allemaal foto's van. Hoe werkt dat? Hoe komen jullie zo dichtbij, ongezien? Ja, dat is de kunst van het vak, zou ik zeggen. Daar wil ik eigenlijk niet verder echt heel op uitweiden. Een ander ding waar we ook gebruik maken is natuurlijk internet. En social media, waar heel veel informatie te halen is voor ons. Mm-hmm. En die combi maakt dat wij ons eigenlijk goed voorbereiden en kennis van zaken hebben voordat we een instap of een actie ingaan. En ik snap dat je daar niet te veel over kunt zeggen, maar mijn mond valt echt open. Mm-hmm. Als ik zo'n briefing zie en dat jullie alles van zo'n vent weten. En dat ook echt allemaal in beeld hebben. Dat het vaak maar in een paar uur is... Maar daar wordt natuurlijk aan de voorkant ook veel werk verricht. Niet alleen door, door mensen van ons eigen team. Maar ook vanuit het onderzoeksteam, ja. Of vanuit Intel. Die voor ons op de zoekvraag van ons zaken bij elkaar zoeken. Om een volledig beeld te krijgen. Kijk, waar wij voor staan is... We willen uiteindelijk zo veilig mogelijk werken. Zowel voor ons eigen personeel. Voor de burgers die in de buurt wonen, andere gezinsleden, maar ook voor de verdachten. Mm-hmm. En dan maakt dat je voorbereiding zodanig doet om die actie ook, als het kan, zonder geweld verder te doen laten verlopen. Na de briefing weet iedereen precies wat hij moet doen en wat zijn rol is. En dus wordt er in alle rust en met volledige focus voorbereid. Ik mag mee in de bus waarin alle AT-leden zitten en waarmee we precies voor het pand zullen stoppen. Het is een zekerheid dat de verdachte in kwestie over automatische wapens beschikt en eerder iemand heeft doodgeschoten. Dus dat betekent dat ook wij in de kogelwerende vesten moeten. De woonkamer aan mag schermen, kunnen wij constateren op de deur. Ja, is goed. Nog niet. Eén iemand bij. Ik denk dat hij gewoon een vaste trap naar boven heeft. Nog naar de zolder. Ja. In de bus heerst rust, kalmte en opperste concentratie. Dat geldt overigens niet direct voor mij, maar gelukkig wel voor de mannen die over enkele seconden binnen zullen vallen bij iemand die eerder is veroordeeld wegens moord. We staan er nu tegenover, ja. Rijden er nu op af. Recht op pandje af. Goed dan. Kom maar. Achteruit. Oké, vooruit lopen. Vooruit. Knieën. Oké, zitten blijven. Handen omhoog en op je hoofd houden. Kom naar je, handen op je hoofd. Politie. Alles lijkt rustig te verlopen totdat er een auto met grote snelheid de straat in komt gereden. Hoi. Oh my god! Zit maar niet, dan wacht ik. Ja, dan wacht ik niet. Niet ook wel. Oh.
Dat is wat ik had. Zoek maar. Gaan we weer? Ja. Het is weer gebeurd. De rommel is gemaakt, hè? Ja. Het is weer als eerste weer weg, ja. Hij keek hem van beneden, hij keek hem van onderaan de kant. Ja, ja. Je ziet het. Ja. Maar er zijn twee mensen binnen. Ja, oké. Ja, liet je weer. Die blijft dan gewoon wel achter? Ja, dat is een neef. En deze was eigenlijk geen verdachte voor ons. Maar jullie hebben geen arrestatiebevel voor hem natuurlijk. Dus, nee. Heeft geen zin, nee. Er moet ook iemand daar blijven om het, de rommel op te ruimen. Iemand moet vegen. Dit is volgens mij wel een heel hecht team, of niet? Dit is een hecht team. Ja, dat voel je wel. Dit is toevallig wel een heel ervaren club. Mm-hmm. Met allemaal jongens die minstens 4 jaar in het team zitten. Oké, dus je hebt wel aardig wat acties in de benen. Ja. The devil has come to carry me home. Lay me at the bottom of the river. Oh, no, take this soul. Lay me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home. Lay me at the bottom of the river.